Onze dorpsfilm begint met de jaarwisseling in dorpscafé Het Schoevertje. En zo gaan we het jaar 1992 rond met alles wat er zo al in een jaar tijd in onze dorpen te beleven valt. Traditiegetrouw worden er op oudejaarsavond diverse dingen versleept. Fantastisch initiatief dat hier een filmcommissie van het dorp Nieuw Scheende het Waar hier een en ander gaat realiseren. Afgelopen jaar, in deze toch al winterse dagen, is het niet fantastisch om hier op een van de mooiste plekjes van Nieuw Scheende geweest te zijn. Nieuw Scheende het Waar, uiteraard. Dan is het initiatief van zo'n filmcommissie natuurlijk fantastisch. Dan kan ik alleen maar zeggen, complimenten daarvoor. Ik feliciteer het hele dorp ermee om dit geheel dat misschien over 25 jaar, 50 jaar, heel erg veel tot de gedachten zal spelen van mensen die op dat moment de film gaan bekijken. Om structuurbederf te voorkomen, wordt er vroeg in het voorjaar over de bevroren grond kunstmest gestrooid. Met grote passen, elke pas 1 meter, wordt de afstand voor het strooien afgemeten en gemarkeerd. Thank you.
De techniek staat niet stil. Computergestuurde kunstmeststrooiers worden in de landbouw gebruikt. Eén druk op de knop en de juiste hoeveelheid kunstmest wordt verstrooid. Ledenvergadering van de begrafenisvereniging Memento Mori. Er wordt afscheid genomen van de bestuursleden, de heren Jan Stroobos en Geert Boven. Tevens van de heer Bouco Boer, jarenlang voorloper. En ook daar is weer net zo. Ja, stom weer. Bedankt. Vriendelijk dank. Hier had hij wel gebruikt, maar hij had hij. Een jonge ondernemer begint met fruitteelt als alternatief voor de traditionele tarweteelt in het Oldambt. De eerste grote veestal in Nieuw-Scheemda in aanbouw. Het voorjaar kondigt zich aan met bloemen en jong leven. De toneelvereniging Ontspanning, opgericht in 1945, houdt haar generale repetitie voor de schooljeugd. Ach, maar kijk ze ons in oog naar de druive kabeljauw en viskaart. Zou er nou wat zijn met op van daar? Daar neemt het. Vreemd kop. Zal ik jou eens vertellen wanneer dat de geld die er wegloopt? Toen met die malle kan achter de deurmerkers doorwijs. Ze zien je net niks een kleine man. Ja man, oh en niks sprong weer aan het tronen. En dat is Ine, dat is Maria van Gisler. Evelien, dochter van Jacob, dus Gerda wel stroken. Zeg je nou toen ziet ze van Galar, hè? Verleerd man, dat is Gisler. Hiervoor is veel geld nodig. Bij mijn hart? Ja.
Dat zeker wel, zie je. Ja, maar... Zuster, even je werk doen. Maar... Bij veranderende eetgewoonten komt ook de oesterzwam in beeld. Om je conditie te verbeteren en fit te blijven, wordt je uithoudingsvermogen goed op de proef gesteld tijdens de aerobicles. Bij het zaaien van suikerbieten wordt de onderlinge afstand van de zaden door de machine precies geregeld en wordt tegelijkertijd preventief onkruid bestreden. Sociale controle voor. U kunt dat met elkaar samen goed opbouwen. En als wij dan wat aan de rand, aan de kant dingen kunnen gaan doen en misschien infrastructureel nog wat kunnen doen, dan hebben we graag voor u gedaan. Hartelijk dank voor uw komst. Een inspraakavond met het gemeentebestuur kan heel wat loswrikken. Om de landerijen droog te houden, spuit je de drainage regelmatig door.
Het machinaal poten van aardappelen is al een heel vertrouwd beeld. In de tuin worden de aardappelen zo gepoot. De laatste dorpswinkel zullen we wel missen. Thema energie, vandaar dat we hier hebben een flair, zoals die officieel heet, nagebouwd. Eigenlijk ook van de firma Kampen en Rogezand die we hebben kunnen lenen. En met wat inventiviteit en technisch vernuft. Directeur Monting. Ja, dames en heren, gisteravond al een nieuw schijndag. Vandaag weer, en ik heb het begrepen dat volgende week dinsdag weer, dus daar ontstaan was. En dat was weer vergrotelijk. En door het omzetten, dat weet je natuurlijk wel, heb je allemaal geleerd, denk ik, van meesters hier zo. Toen kwam daar wasgeven. Dat doe ik heel graag en met dat gegeven mag ik deze tentoonstelling voor geopend verklaren. Dank u wel. Tentoonstelling zijn werkstukken van zowel leerlingen als ook van dorpsgenoten te bewonderen. Met allerlei attracties probeert men geld voor de schoolkas bijeen te krijgen en het geeft veel gezelligheid. Dankbaar vieren de 10 leden van de hervormde vrouwenvereniging hun 50-jarig bestaan.
van harte gefeliciteerd namens het gemeentebestuur. U ziet vandaag festijn. Het is toch, laat ik zeggen, iets wat meer dan we normaal doen. Maar dat komt omdat u zo'n bijzondere vereniging bent en omdat u met z'n tienen bent. Maar ik zeg nogmaals, dit is een uitzondering en een uitzondering bevestigt altijd de regel. Burgemeester, maar nou echt even om vereniging, mag ik zeggen, met al zijn goede en minder goede kanten, hele mooie tinnen worden waar wij. Voor 10 jaar terug, op 40-jarig jubileum, zeiden we dat zou wel de laatste zijn. Maar we zijn nu 10 jaar verder en hebben hetzelfde gezegd. Ik hoop dat we nog een jaar verder mogen gaan. Ik wil eindigen met deze woorden voor ons allemaal, wat de toekomst brengen mogen, mij gelijk des Heren hand. Dank u wel. Traditiegetrouw zoeken de kinderen van de buurtvereniging de Ibbenkriet met Pasen paaseieren. Gebruik. Noten schieten. Dik of dun. Nat blijft het altijd. Bij de dartclub het Spieltje is uiterste concentratie nodig. Thank you.
De Klaverjasclub speelt zijn troeven uit. Jong en oud strijden om de eer, maar zeker om de punten. Na een stop bij het pompstation Nieuw-Scheemda kan je weer kilometers verder. Ik kom van de dag van de dag. Ik ga ook goed 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 van de dag.